Ik sta hier met Sander Noordziek in Brasserie Bakboord. Sander, hoe lang bestaat Brasserie Bakboord al? Brasserie Bakboord bestaat vanaf 5 juli 2000, dus bijna 18 jaar nu. En wat voor soort restaurant is Bakboord? We zijn een restaurant voor heel breed publiek, dat wil zeggen voor de zakelijke markt. Voor mensen die gewoon simpel een snelle lunch willen eten. We hebben eigenlijk een huiskamergevoel met mensen die hier werken. Die dat ook uitstralen en dat ook willen geven aan onze gasten. Dus eigenlijk heel fijn en plezierig. En de menukaart die jullie hanteren en de soort gerechten daarop, kun je daar iets meer over vertellen? We hebben een menukaart opgebouwd uit verschillende onderdelen. Dat wil zeggen wat voorgerechten, we hebben warme tussengerechten. Daarbij hebben we soep op de kaart staan los. We hebben hoofdgerechten en desserts. Daaromheen hebben we een mooi menu, 6-gangen menu. Dat is ons Bib Command menu. Dat is standaard vanaf 3 gangen, dus 37 euro. Wat ook eigenlijk gewoon de eis of de wens is van de Bib Command. Dat is eigenlijk de parallel gids van de Michelinster. Dus daar hangen we heel erg aan, omdat het natuurlijk wel een goede prijskwaliteit weergeeft. En dat kan men uitbreiden naar 4, 5 of 6 gangen. Staan er ook specialiteiten op de kaart? Nou, we hebben onze klassieke gerechten eigenlijk. Dat wil zeggen zetong of toenadoor met stroganoff. Zetong à la minière, dus dat is echt een klassiek gerecht. Dat wil zeggen in de roomboter gebakken. Daaromheen hebben we natuurlijk vernieuwende en spannende gerechten. Dat wil zeggen die een klein beetje op een andere manier bereid worden door de moderne technieken tegenwoordig in de keuken. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld een schuim maken van, ik noem maar iets, komkommer met gin en tonic. En misschien een gel gebruiken. En eigenlijk een palet vormen op het bord van het gerechtje waar het moet zijn. Dus ja, dat is wel bijzonder.
Staan er ook specialiteiten op de kaart? Nou, we hebben onze klassieke gerechten eigenlijk. Dat wil zeggen zeetong of toenadoor met strokenhof. Zeetong à la minière, dus dat is echt een klassiek gerecht. Dat wil zeggen in de roomboter gebakken. Daaromheen hebben we natuurlijk vernieuwende en spannende gerechten. Dat wil zeggen die een klein beetje op een andere manier bereid worden door de moderne technieken tegenwoordig in de keuken. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld een schuim maken van, ik noem maar iets, komkommer met gin en tonic. En misschien een gel gebruiken. En eigenlijk een palet vormen op het bord van het gerechtje waar het moet zijn. Dus ja, dat is wel bijzonder. Thank you.